Tot 2012 was de gemiddelde leeftijd van de Mercedes-rijder 57 jaar. En die leeftijd moest drastisch omlaag. Ze bedachten de A-klasse helemaal opnieuw, kwamen met een CLA en nu met de GLA. En daar ga ik even een stukje mee rijden. Het uiterlijk van de GLA wordt aan de voorkant gekenmerkt door een imposante grill met een groot Mercedes-logo. Iets uitstekende koplampen, bolle voorschermen en lijnen die vanaf de achterkant heel vrij naar de voorzijde doorlopen. Aan de achterkant heeft Mercedes de spatborden opvallend bol gemaakt. Dit geeft de GLA samen met de imposante voorkant een krachtige uitstraling. De GLA is een kleine, maar toch fors uitziende auto. Telkens als ik er naartoe loop, denk ik, daar wil ik wel in gezien worden. Mooi? Dat is heel persoonlijk. Opvallend? Zeker. Mercedes heeft bij de ontwikkeling van de GLA goed op de details gelet. Designtechnisch vind ik het echt een heel bijzondere en fraaie auto. Binnenin de GLA voelt het alsof je in een grote luxe auto zit. Er is veel ruimte voor voor- en achterpassagiers. Met volwassenen rond de 1,80 meter op de voorstoelen kan een kind van 2 in een maxi-cozy met gestrekte benen zitten zonder de voorstoel te raken. Is er dan helemaal niks negatiefs over de Mercedes GLA te zeggen? Nou, nee, eigenlijk niet. Behalve de prijs dan. Als Mercedes zo graag een jongere doelgroep aan wil spreken, dan zal die prijs zeker 10.000 omlaag moeten. Voor bijna 50.000 euro is er namelijk genoeg ander moois te krijgen. Meteen al na de eerste meters rijden voel je al dat het onderstel heel prettig is. Het is sportief, maar niet stug. Het voelt dynamisch aan. Dus hij duikt in een hobbel en dan veert hij niet na. Hij duikt niet na. Het is heel stabiel. En dat vind ik prettig aan een auto die heel stabiel is. Daar hou ik van. Het is geen race monster, maar is sterk genoeg om goed mee te kunnen komen en lekker hard weg te rijden. Lekker koppel, soepel. En hij schakelt ook staart strak. Het is net of je een sequentiële versnellingsbak hebt. Je schuift hem erin en gaat dus een warm mes door de poten. Hij is zo stil van binnen dat ik af en toe het idee heb dat ik in een elektrische auto zit. Rond 100 km per uur hoor je de motor helemaal niet binnen als je gewoon constant de snelheid rijdt. Net of je een elektrische auto rijdt. Maar de motor is zo soepel dat je al vanaf 1000 toeren, als je 5 versnellen rond de 60 km per uur gas geeft, gewoon heerlijk wegrijdt. Het is echt heel schakellui die auto, weinig te schakelen. De turbo pakt al heel vroeg op. Het maakt ook gewoon een hele fijne auto voor in de stad. Het is gewoon echt een serieuze auto, maar ja, mag ik wel 47.000 euro, mag ik ook wel een serieuze auto hebben. Je rijdt echt wel in een premium auto. Echt een klasse pak. Stil, ruim, niet te groot, klein. Ik wil het gevoel dat je in een grotere auto zit.